ik ben ook heel blij dat ik nu mijn enthousiasme met iedereen die daar interesse in heeft, ja, kan delen, omdat ik het zo lang voor mezelf heb moeten houden. Dus ik ben heel opgelucht en heel blij vandaag. Hoe moeilijk was het zwijgen de afgelopen maanden of afgelopen anderhalf jaar? Ja, heel moeilijk. Ik kon er natuurlijk altijd met mijn vader en met mijn familie over praten, maar voor de rest ook de mensen hier, die hier werken, dus de crew en zo, die wisten ook van niks. Wat het tijdens het repetitieproces soms wel een beetje moeilijk maakte, maar vooral heel spannend. Gert, hoe blij ben jij vandaag? Ik ben heel blij. Ik ben vooral blij dat de show goed ontvangen is. Dat het allemaal bijna vlekkeloos verlopen is. En dat de mensen toch enthousiast waren toen de grote cadeaudoos openging. Dus ik ben een heel tevreden man. Nam jij elke dag de kranten met klamme handjes vast van vandaag staat het er misschien in? Oh ja, maar er heeft van alles in gestaan. Ik heb namen gelezen, James Cook, uiteraard, Dorian zijn vriend. Maar ook Jonas van Geel. Ruud Beekman, er stonden echt verrassende namen bij, dus ik heb ook vaak moeten lachen eigenlijk. Je hebt nooit gedacht, hé, dat was een goede naam geweest? Ja, er zaten een paar goede namen bij. Ja. Op Dorian bijvoorbeeld had ik perfect ook naast Samson zien rondlopen. Ja, er staan een paar goede ideeën bij. Er zaten er ook een paar bij dat ik dacht, ja, als we dat daar nu aan vragen, die gaan dat niet doen. Maar bon, ik heb me inbeelden dat Niels de Stadsbader, die ook vaak genoemd heeft, de tijd heeft om Samson erbij te pakken. Dus, maar we hebben ons goed geamuseerd de laatste tijd. Waarom heb jij voor Marie gekozen? Een goede vraag, omdat we toch iemand zochten die een bepaalde affiniteit heeft met Samson en Gert. Marie is daarmee opgegroeid en ik ben er redelijk zeker van dat Marie het ook ziet zitten om dat de komende jaren te doen en dit niet enkel ziet als een soort van opstapje of zo. En dat was echt belangrijk, dat we iemand vonden die echt zei van ja, dit wil ik doen, dit is mijn ding. Ik sta daar 500% achter en dat is tegenwoordig nogal moeilijk om te vinden, jonge mensen die zich op die manier achter een project willen scharen. Was Marie jouw eerste keuze of heb je ook even aan Victor gedacht? Nee, Marie was de eerste keuze, ja. Ja. Leidt jou dat? Zeker. Wat gaat er veranderen bij Samson en Gert? Ga jij iedereen ontslagen binnenkort? Oh, dat is voor iedereen nog een hele grote verrassing. Maar er veranderen sowieso wel dingen. Hè. Aangezien ik een vrouw ben en Gert een man, verandert dat al wel een heleboel. En voor de rest zullen jullie allemaal nog een beetje moeten afwachten.